Hallo, ik wil jullie eigenlijk kennis geven van het feit dat als je naar mijn blog toe gaat, www.schildpret.nl, dan kun je een vraag stellen. En die kun je altijd stellen, 24 uur per dag, wanneer het jullie uitkomt. Dus je bent ergens met een klus bezig en denk van, hey, hoe zit het ook alweer? Of je hebt problemen met een klus. En je wil graag weten van hoe of wat, hoe los ik dat op? Die vraag kun je altijd aan mij stellen. Je kunt eigenlijk een vraag stellen over een voorbereiding. Hoe bereid je een klus voor? Wat is het voorwerk? Wat moet je doen? Welk middel moet je gebruiken? Welke ontvetter moet je gebruiken? Welk schuurpapier moet je gebruiken? Lakken, verven, bijtsen, noem maar op. Vraag het aan Piet. Als je het aan mij vraagt, krijg je van mij zo snel mogelijk antwoord. En ook de werkwijze. Als je dus een bepaalde werkwijze wilt weten, hoe moet je het aanpakken? Dus ik doe altijd, als ik een klus aanneem, dan ga ik een bepaalde werkwijze. En een werkwijze, dat wil gewoon zeggen, het eerste het inventariseren. Soms kan ik moeilijk uit mijn woorden komen. Het inventariseren van de klus. Dus hoeveel verf ben je nodig? Welke verf, welke kleur? Wat ben je nog meer nodig? De verfbenodigdheden, zoals een roller en een kwast enzovoort. En als je daar klaar mee bent en je weet natuurlijk niet van, hey, wat heb ik nog meer nodig? Vraag het aan mij, vraag het aan Piet. En ook over producten mag je mij vragen. Ik heb natuurlijk niet alle kennis in huis van elk product natuurlijk. De meest gangbare, zoals Sigma, Sikkens. Weet ik er vrij veel over en ook Koopmans, omdat ik daar regelmatig mee omga. Dus mee omga, mee schilder. Ik schilder altijd wat de klant een voorkeur heeft. Ja, ik heb geen voorkeur aan verf. Ik heb wel voorkeuren qua ervaring. Maar goed, je kunt in ieder geval in principe aan mij echt alles aan mij vragen als het maar met schilderen te maken heeft. Nou goed. En als je zegt van, nou goed, ik ben nog wat meer nodig dan jouw vragen, dan heb ik een heel mooi e-book op mijn blog. En dan ga je naar www.schilderprint.nl en dan zie je ergens op de site staan gratis e-book. Die download je, je voelt alleen je naam en je e-mailadres in te vullen en je krijgt hem gewoon in je mailbox. Nou, daar staat onder andere in hoe je vierkante meters moet uitrekenen. Hoe je een muur moet schilderen, hoe je een woonkamer moet schilderen. En er staan gereedschappen en tools in wat je nodig bent. Er zijn heel veel tips en aanwijzingen om het zelf leren schilderen eigen te maken. Nou goed, als je zegt van Piet, ja, je bent een hele mooie jongen, je kan mooi praten. Ja, praten kan ik, maar ik kan ook schilderen. Maar ik kan me ook natuurlijk voorstellen dat je een schurft eraan hebt, dat je zelf moet schilderen. Ja, dat kan. Of je zegt van, luister, ik kan het veroorloven. Ik laat gewoon een schilder komen, klaar. Nou goed, bij mij is dat ook een mogelijkheid. Er staat een hele mooie banner op mijn site bovenaan. 6 gratis offertes. Als je dat aanklikt, dan kan je dus, en je vult precies in wat je wilt, dan krijg je gewoon gratis 6 offertes van verschillende schildersbedrijven bij jou in de buurt. Nou ja goed, mooi kan het dus niet. Maar nogmaals, als je een vraag hebt, waar dan ook, als het maar met schilderwerkzaamheden heeft te maken, dan probeer ik dat zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik beantwoord het meestal binnen 24 uur. Mocht het weekend ertussen zitten, dan is het altijd 2 weekenddagen doe ik meestal niks. Maar goed, als ik nog even tijd heb, ik krijg daar een kick van. Als ik een vraag krijg, die moet ik eigenlijk meteen beantwoorden. Ik heb tegenwoordig een heel mooi mobieltje en met internet erop, dus ik kan eigenlijk direct zien van, hey, er is een vraag. En die ga ik dan meestal wel snel mogelijk beantwoorden. Goed, ik wens jullie heel veel succes met Vraag het aan Piet.